vlak dicht. En dat doet deugd. Normaal gesproken zou je dan zeggen, ja, lekker een fris windje. En zeker ook bij het afsteken van vuurwerk. Maar het is zo te zien. Veel geschreeuw en weinig rook. Dat is maar goed ook met deze omstandigheden. Pasveer, Brenet dus in de basis. Debutant Obispo, Doekie, Daza. Een Vitesse-debutant dan. Tronstad, Tanare, Bero. En de sluipschutters Linse en Matafs. Vergezeld door Tico, de huurling van Hul. Matafs 10, Linse 14, gedeeld topscorer. Makkeli, de man van dienst. Hichler. De zit in de bossen van Zeist. Te varren dat het een lust heeft. Dumfries en Linse. Ze zijn er snel en goed uitgekomen. Voor Linse kan het een speciale dag worden. Maar dan moet het wel een doelpuntrijke pot zijn. Dat was vorig seizoen zo. 19 april, 3-3. Rodriguez, viergever, Schwab, Dumfries. En Oenerstal is de doelman Hendricks, Thomas, Rosario. Geen wijzigingen bij PSV, want voorin zien we ook Gakpo, Lammers en Yataren. We zitten in de derde minuut. Brenet. 150 wedstrijden voor PSV. Maar geen succesvolle tournee tot nu toe in Duitsland. Terug in Nederland. Treedt al een tijdje mee met Vitesse. Speelde ook in Jong Vitesse een paar wedstrijden. En heeft daarmee nu een optreden als linksachter verdiend. Aldus Sturing. En die gaat erover. Dikko. Hendricks. Daar draaide Rosario zich nog aardig uit. Dan blijft Dumfries even kijken. En heeft oog voor een geblesseerde collega. Wat gebeurt er met Lins? Die botst. Hij kan door. Dat is mooi nieuws voor Vitesse. Een pilletje. Kan de pijn nog sneller doen verzachten. Daza. Dat is een aardig balletje. Tanana, maar ook Dikko. En dan komt hij bij Matafs of toch bij Linse. Hele goede ingreep van Dumfries. Misschien een beetje aan de forse kant. Maar toegestaan. Daar was de eerste kans voor Vitesse. Daza. Matafs. Op het half uur meldt Tim Matafs zich in de wedstrijd. Op aangeven van Daza, die hem laag en hard inspeelt, doet Matafs dit. Ja, het is een prachtige individuele actie. Hendricks gebaart dat hij gewisseld moet worden. En hij ook niet fit. Hij heeft ook zo'n signaal afgegeven. Dan gaat er maar bij zitten nu. Linse kan niet verder. Dat is een streep door de rekening voor Vitesse. Dat is geen aansteller. En hij kan ook niet verder. Dat heeft hij aangegeven. Moet gewisseld worden. Hendricks. Voor vandaag is het over. En laten we hopen dat het meevalt. Dat het niet zo'n vervelend beetje gebroken in de voet. Dat kan je ook weken zoet mee zijn. En voor hem is het en voor PSV daarmee natuurlijk ook erg vervelend. Hendricks eraf moet. Laatste minuut officiële speeltijd loopt. Komt tijd bij natuurlijk, want we hebben blessureleed gekend. Met Linse en Hendricks. Goed gedaan van Brenet. Goed gelopen, maar Matafs. Dat is
niet Desbataz om dan niet uit te halen. Tanane nog, Tanane nog, Tanane! Hoekschop. In de laatste minuut van de eerste helft is PSV ontsnapt aan 1-0. De extra tijd, 2 minuten. De hoekschop komt van Tanane. En net naast gekopt. Weer Vitesse, dit keer Obispo. Schwab. Yatare. Thomas. Yatare. Loopt zich vast op Bero. Tanane. Bero aan de linkerkant door. Aan de rechterkant is Dico. Die is ook wel vlug. Oh. Ja. Daar moet je dan een beetje geluk mee hebben. De uithaal van Dico. Wow. Het zorgelijke gezicht bij Faber. Zende en Hesp kijken ook niet al te vrolijk. En daar is ook geen reden toe tot nu toe. Ja, voordeel. Treffer, raak, goed gedaan. Makkeli, die gaat alsnog zeggen tegen Schwab, meen ik, van laat nou gaan, want wees blij dat je er zo vanaf komt. Makkeli wil van geen protest weten. Absoluut zeker van zijn zaak. Ja, gewoon dom balverlies. Daarna de overtreding. En die laat Makkeli voor wat hij is. Buitink, goed gedaan. Gaat over het been en dan binnengeschoven. Raak. Makkeli spaart Schwab. En hij vindt dat hij vastgehouden wordt. Nou, doelpunt bevestigd. Vitesse leidt. De PSV zal beduidend beter moeten gaan spelen. Wil het hier een resultaat halen. Thomas greep daar goed in. Yatare. Hard. Dat wel. Rodriguez. Thomas. Dat is goed meegegeven aan Dumfries, maar die overloopt. Nee, penalty, zegt Makkeli. En hij geeft aan waarom hij dat doet. Obispo gebaart, ik ontwijk hem toch? Penalties, er wordt naar gekeken. Hichler neemt zijn tijd. Dat doet hij als hij zelf fluit ook wel eens. Wat wel te zien is, is dat de duikeling fraai is. Lammers, de concentratie. De ogen. En dan nu. Zeer keurig binnengeschoten. 1-1. Uur gespeeld. 1-1. En is PSV door die goede voorbereidende actie van Dumfries ook wakker geworden. Hier is hij weer. Hier is hij weer en hier is 2-1. Nee, tegen de lat. Gakpo. Oh. De denderende Dumfries daar aan de rechterkant. Nu door niemand gestopt. En dit mag ook verder. Dico. Dico. Ja, dat kon niet, jongen. Daar stond Oedestal. Wat we in de eerste helft allemaal niet zagen, krijgen we nu in hoog tempo voorgeschoteld. Maar het is 1-1. En balletje met de hand aangeraakt. Ja, overtuigend appel, maar Makkeli. Buiting, buitenkant voet. Ja, dan tegen de arm. Die arm gaat omhoog. Is het Rosario? Hier.
Buiting. Schwab wint nu. Een verloren keer. Heel belangrijk moment. Gutierrez. Ja, Rodriguez gebaard. Die bal moet verder naar voren gespeeld worden. Veel meer vaart. Obispo met het hoofd. En Lammers. Lammers. Thomas. Thomas vrij. Tegen Doekia. En Doekie zet hem in zijn twee. Maar als Matas geen loopbeweging maakt, ja, dan weet Doekie het uiteindelijk ook niet meer. Dat begrijp ik ook nog wel. Bleef daar plichtmatig mee naar voren hobbelen. En nu dan dus Gakpo. Gakpo! PSV leidt! Maar is er nu tussen dit moment en het appel voor die strafschop nog wat gebeurd? En wordt daar nog naar gekeken? Ik denk dat Makkeli dat afwijst. Het is hier in dit stadion al eens eerder gebeurd dat het doelpunt aan de ene kant. Uiteindelijk werd teruggedraaid tot een penalty aan de andere kant. Gakpo met zijn zesde. Mooi binnengeschoven, binnenkant paal. Grot, dat is goed. Matas, doorgaans heeft hij niet meer nodig dan dat. Dan is het afgelopen. Wint Vitesse niet. PSV wel voor de derde keer op rij. En dat wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Want deze ging wat lastiger dan die tegen ADO en tegen Willem II. En dat is ook logisch. Uitwedstrijd tegen Vitesse. PSV moet van ver komen. Maar dit is een resultaat waarmee je thuis kunt komen.